Vrienden van het B&B Vol Liefde Gebeuren, ja, wat hebben we weer genoten, hè, de afgelopen tijd. Ja, maar, hey, we hebben een hoedje, heb je hoedje gezien? Die kreeg ineens bezoek van een advocaat, die noemen we dan even nu advocaatje Leef Je Nog. En advocaatje Leef Je Nog, die is me een potje vervelend, zeg. Oh, ja. Oh, dat die maar heel lang mag blijven, want dan gaan we nog heel veel lol mee beleven. Met advocaatje Leef Je Nog, ja. En dan die mevrouw in Frankrijk, die weet je, P3 of zoiets. Die noem ik vanaf nu even surdoos. Wat een surdoos is dat, zeg. Ja, die kreeg een vrijwilliger op bezoek. Gewoon een aardige, vrolijke man. En een gezellige wouwelaar. En babbel de babbel. Ik noem hem even babbelaar vanaf nu. En babbelaar, die kreeg steeds maar te horen dat hij zoveel praatte van surdoos. In plaats dat surdoos daar in Frankrijk, God in Frankrijk op de knieën dankt. Ja, dat ze een leuke man op bezoek krijgt. Nee. Die zit alleen maar op dit te doen. Oh. Maar vrienden, onze aandacht gaat natuurlijk uit naar de zweefclub daar. Ja, met onze Walter, bijgenaamd Jomanda. En die, ja, en toen stond ineens daar die Rasta, weet je wel, van kijk mij zo leuk, te gek wijf zijn. Die Rasta, die stond, die ging boven op een tafel staan. Heb je dat nog gezien? Ja, zo van, dat was onder het motto van, wat is er allemaal vandaag? Goed hoor. Ja. Ik doe hem nu ook elke dag. Gewoon elke dag even gewoon op de tafel staan. Ja, dan begin je gewoon heel anders, hoor, vrienden. Ja, en daarna gingen ze weer in een sessie. Hadden ze weer een sessie. En dan gingen ze allemaal. Dit ging ze allemaal. Eerst en hup en zo. Hup. En geluidjes maken. Ja, dat gingen ze doen. Helemaal goed. En toen gingen ze ook nog even. Oh, allemaal even trillen. Oh, trill. En toen kwam die Claudia. Mevrouw Doorsnee. En Doorsnee, die ben ik in een hoes buiten echt, ja. Als een oude checkroker. Ja, hij begon even goed te rochelen. En toen zei Doorsnee, die zei, ja, dat trillen, dat voel ik op mijn longen. En dat geeft een gevoel van vrijheid. En dat betekent, en toen kwam hij, dat ik de laatste tijd te weinig met mezelf ben bezig geweest. Ha, ja. Dan kan je mij wegdragen. Ja, dat zijn ze. Dat zijn fantastische zinnen. En daarna, toen gingen ze dus dansen, zij, Farasta, met Jomanda op zijn tantra's. Toen gingen ze tantra dansen. Ja, met maskers op en het werd allemaal een beetje. Ik weet het niet, met die Jomanda. Vrienden met die Walter. Ja, dat is een beetje gruizig, een beetje groezelig. Glibberig, ja. Ik weet het niet hoor. Nee. En toen kregen we, ja, de kers op de taart. Want toen ging Doorsnee. Die ging met een paar van die gebogen breipennen, bijgenaamd een wiggelroede, ging ze daar in zo'n veldje lopen. Ja. En die ging op zoek, want die was ineens een kanaal geworden van de aarde. En die ging op zoek naar krachtbronnen, ja, om oude pijn bij haar weg te nemen die in de weg zat. Al dat soort zinnen alleen al, vrienden, die kunnen jullie en ik helemaal niet eens bedenken. Hey, en zij schudden ze gewoon zo uit de mouw. Is dat even knap? en Doorsnee, ja, die had het over spiritualiteit. Ja, die weet eigenlijk niet waar ze zelf mee bezig is. Want spiritualiteit, dat lukte niet. Doorsnee, nee. Spiritualiteit. Ja,
ja, goed. Ja, en toen schoot ze weer vol. Die schiet ook bij alles vol. Doorsnee. Ja, die Claudia, die is hup. Ja, als die hup de koelkast open doet en vol schieten maar. Ja, dat is zij. En toen, ja, toen trapte ze met de linkervoet. Oh, heb je die nog gezien? Ze trapte met de linkervoet op iets. En toen zei ze, ja, dat is mijn linkervoet. En dat wil zeggen, dan trapte ik op mijn eigen ik. Op mijn eigen hart, op mijn eigen ik. Ja, hij was weer dik in orde natuurlijk. Ze trapte op haar eigen ik. En nu, en daarna was ze helemaal verlost. En bevrijd. En open. En schoot ze natuurlijk weer vol. En die Jomanda, die kwam gelijk ook weer natuurlijk met van dat wollige zweefgelul. Nou, dat deed hij ook. Toen gingen ze bij elkaar zitten. Ja, in een hot tub. Ja. En toen kwam die vrienden, ja. En toen wisten we gelijk hoe het zat met groezelig en gruizelig. Hij zei van, hoe zit het met de seksualiteit? Nou, en toen hadden we even heel weinig diepgang. En de dames hielden keurig een mondje dicht. En het werd een beetje ongezellig ineens in het hot tubje. En opeens hadden ze daar bij de zweefclub heel weinig energie met elkaar. Nou vrienden, ik zou zeggen, blijf genieten!